Doet hij het? Hij doet het. Hij doet het. Ja, daar is hij weer. Robert hier. Wat ga ik vandaag doen? Nou, het zonnetje schijnt. Het is wel herfst. Hè? De eikels rijden op straat. Ik bedoel, de eikels vallen uit de boom. Ik ga vandaag spare ribs maken. Even mooi op mijn mooie barbecue. De pellet barbecue. Dat is een barbecue. Ik heb zelf ook een pellet kachel thuis. Dat is een barbecue die, ja, die draait op als verwarmingsbron. Heeft die pellets. Dan zeg je zeggen pellets met een E, niet met een A. Want dan krijgen we die discussie weer. Hier zitten korreltjes in. Speciaal voor zo'n kachel. Dat is niet, zijn niet dezelfde waar de kachel ook op brandt in huis. Want dan heb je kans dat er namelijk lijm bij in zit. En dat is niet gezond als je dat toch opeert blijkbaar. Stroom eraan. Maar ik moet hem eerst nog even schoonmaken van de vorige keer. Dat wil zeggen even stofzuigen. Kunnen we mooi zien hoe die straks aangaat. En ja, hoe alles werkt in zo'n pelletkachel. Dus blijf kijken. Het schoonmaken van de pellet barbecue. Ik doe de handschoenen er even bij aan. Het is een beetje een, anders krijg je zo'n vieze handjes. Van de vorige keer het grillrooster, dat valt hard mee. Het is niet zo smerig. En dan komen we gelijk hier bij een plaat. Een warmteafscheiderplaat en tevens een vetglijderplaat. Dan plak je ook een aluminiumfolie overheen. Heel makkelijk. Hartstikke idee, in de prullenbak ermee. Warmtegeleidingsplaat. Je ziet, wordt goed warm, mooi al rood. Ja, dan ben ik nu bij de kachel. En het enige wat ik nou kan doen is stofzuigen. Bij de kachel zei ik dat nou, in de barbecue. Stofzuigen heb ik een speciale stofzuiger voor van Kerger, die ik ook gebruik om mijn pellet kachel binnen schoon te maken. En die ga ik er eens even bij pakken. Nou, daar gaat hij. Een mooi detail bij deze stofzuiger. Daar zit een drukknop op, dan kun je het filter. Er zit een stoffilter in. Kun je dan even tijdelijk even zeg maar droogslaan of droogslaan stofvrij maken. Ik vond het ontzettend fijne stofzuiger dit. Moet ook wel Kerger, toch een bepaalde reputatie zo'n merk. Dus dat kan ik je echt aanraden als je een pelletkachel, pellet barbecue hebt. Dus goed. Ik zal eens even de barbecue in gaan schakelen. Mm. Voordat ik de barbecue in ga schakelen, ga ik hem eerst nog even een beetje voeden met extra nieuwe korrels. Want dit laagje wat hierin zit, daar red ik het niet mee. Met spare ribs, niet ultra low en slow, maar toch een uurtje of zes erop is wel mooi. Hoe werkt nou een pellet barbecue? Of en of een pellet kachel? Want de werking is natuurlijk hetzelfde. Nou, ga ik jullie laten zien. Toevoer dus wat ik zei van de korrels via een wormwiel. Dat wiel dat draait en dan komt het hier in het bakje. Komt het uit. Hier zit een gloeistift onderin. Ja, dat kan ik nou nog met de vinger aanraken, straks niet meer. En die gloeistift die maakt het zo warm als de korrels erin vallen dat die gaan branden. Dan wordt de lucht via een ventilator hier wordt door al die gaten lucht geblazen. Zodat het vuur mooi, ja, best wel gecontroleerd gaat branden. Warmte komt tegen die plaat aan hier. Wordt gecirculeerd door die andere grote plaat wat hierboven zit straks. En dat komt echt een hele specifieke, persoonlijk vind ik, hele fijne barbecue lucht vandaan. Een heerlijke smaak wat erop zit. Hè. Het is toch de geur en smaak. En het is gecontroleerd. Je hoeft niet steeds te blijven kijken. Je stelt de temperatuur in. Kun je allemaal op het display aan de andere kant. Het is gewoon leuk barbecue. Wat is er nou zo leuk aan deze barbecue? Tenminste als gimmick aan de buitenkant. Het vetopvangbakje. Het vet, omdat die schaal schuin loopt binnenin. Hè, die grote opvangbak. Die daar staat. Daar zo, dat is hem.
Dat vet komt allemaal mooi hierin terecht. En dat is best wel, ja, een grappig detail. Komt ook steeds een beetje rook uit, uit het kanaal zo nu en dan. Dus, en goed, ik ga de stekker erin doen. Ergens hier. De stekker erin. Tadaa. Nou jongens, de montage van een stekker. Met camera in de hand. Poi, poi, poi. Mooi. En dan ga ik hem eens even aanzetten. Het inschakelen. Hij staat nog zondag aan trouwens, maar hij stond hier uit. Shot smoke. Nou, ik zet hem aan. Eerst in instantie even op 150 graden. Het begin maakt niet uit hoe je start. Hij moet eerst de temperatuur komen. Maar eerst even de vlam rondlaten. Soms heb je bij de Lidl, deze in de aanbieding, die is lekker breed en lekker lang. Daar heb ik er aardig wat van gekocht laatst. En, als het grillseizoen dan weer voor de meeste mensen in Nederland begint, dan zijn ze er vaak niet. Kijk, ik grill natuurlijk het hele jaar door. Oh ja, en ik ben geen profi griller, om maar zo te zeggen, zoals de Duitsers zeggen, maar wel een hobby griller. En ik doe het eigenlijk al vanaf 1998, dus ja. En nu begrijp ik dat mensen misschien wel commentaar willen geven, je moet het zo en zo doen. Ik heb nog nooit commentaren dat het eten niet lekker was, dus ik geloof het wel. Zo, nou, sperrips, ze komen van de Lidl uit Duitsland, er ook niks mis mee hoor. Hartstikke lekker. Gemarineerd twee soorten. En ik heb hier een Schweinebraten, oftewel een mooi stuk varkensvlees met allemaal groenten erbij onder. Heerlijk. Gaat ook op de barbecue. Dekseltje eraf. Dat wordt lekker. Stukken kruiden over die Duitsers. Wel wat zout, maar ja, soms jongens, je leeft maar één keer. Je moet toch een beetje aan dat goddelijke figuur denken, zeg ik altijd. Dit gaat mooi met bakje en al gewoon, kan er mooi op staan. Een klein beetje vocht erbij in. En laat ik mooi rustig garen. Hè? Want feitelijk de gaartijd, ik zet hem zo'n beetje op 120 graden. En dan weet ik het voor die diehard fans, die zetten hem op roken op 85 graden. De hele dag of de hele nacht. Ik wil ze vanavond toch eten. Dus 120 graden en zo doen dan een beetje rook erbij, doet hij toch wel vanzelf. En dan komt het allemaal goed. Beetje rode wijn. Hartstikke idee. Nou, gaat mooi. Straks komt er zo nu een mooi rookwolkje uit. En weet je wat ik nog veel mooier vind? De wilde wingerd. We kijken de schutting. Prachtig, die mooie herfstkleuren. Dat is eigenlijk mooier dan alle techniek bij elkaar, mensen. De natuur, veel en veel mooier. In de tussentijd, it's raining cats and dogs, people. Het is echt, echt herfst. Ik heb nog een temperatuurmeter, ben ik eigenlijk helemaal vergeten. Die kan ik dus in de barbecue steken, of in het vlees steken. Dekseltje los. Hier zit het gaatje. Haal ik hem even groot door. Ik zie hoe mooi het eruit ziet, jongens. Fantastisch. Steek ik mooi in het vlees. Dekseltje gewoon weer dicht. Oeh, het is jammer dat je het niet kunt ruiken. Oeh. Maar goed. En dan gaan we even naar de temperatuurmeter, het bedieningspaneel. Probe nummer 1. En dat geeft je aan, temperatuur. Nou, de temperatuur is toch wel 49 graden. Het is nu 3:15. Ze liggen er ongeveer 4 uur op. Dus even kijken wat het resultaat is nu. Kijk, kijk, kijk. Oeh. Wat jammer dat het geen geurvideo is.
geweest deze keer. De kerntemperatuur is natuurlijk ook belangrijk. Van de zwijnenbraten. En die is 72 graden. Oh, die zou je theoretisch al lekker kunnen eten. Maar ik laat hem er nog mooi even opleggen. Het is natuurlijk jammer dat het geen geur- en smaaktelevisie is. Want oh, wat zijn ze lekker en ze vallen echt weer van het bord. Je sabbelt ze op, met een rietje kun je ze bijna naar binnen inwerken. Onzin, maar het smaakt gewoon niet eerlijk. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken naar deze vlog. En misschien dat je er wat van op kunt steken. Misschien kan ik er wat van opsteken. Als jullie nog comments hebben, laat het weten. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Like linksonder. Tot ziens.